In dit filmpje ga ik tonen hoe je je gegevens van de wintertelling kan invoeren op meetnetten.be en meer bepaald voor een ijskelder of een bunker met slechts één kamer. Een bezoek aan een locatie gebeurt doorgaans naar aanleiding van een taak die aan jou werd toegewezen. Een taak is eigenlijk een opdracht die je in een bepaald tijdsbestek voor die locatie moet uitvoeren binnen een project. En het project waarvoor ik mij heb aangemeld is de wintertelling van de vleermuizen. Om de aan jou toegewezen taak te bekijken, ga je naar Mijn taken. Hier zie je al jouw persoonlijke taken. Ik heb me aangemeld voor één project, namelijk de wintertelling van de vleermuizen. Dus al mijn taken voor dit project kan je hier zien. Als je een telling wil ingeven voor een bepaalde locatie, dan ga je naar die bepaalde taak. Ik heb hier bijvoorbeeld vleermuizen geteld in de ijskelder van de Lamotte. En naast deze taak klik ik hier op de knop bezoek. Nu, overwinteringsobjecten die maar uit één kamer bestaan, zoals ijskelders en eenkamerige bunkers, geven we in als een totaaltelling voor het hele object. We klikken dus gewoon op de onderste en enige optie totaaltelling. Nu kom je op deze pagina terecht. Hier kan je alle gegevens invoeren, zoals de datum, het tijdstip waarop je bent beginnen tellen en wanneer je bent gestopt. Je kan ook aanduiden of er medetellers aanwezig waren. Je kan wel enkel medetellers toevoegen die al geregistreerd zijn in meetnetten. Je kan dus iemand aanklikken uit het keuzemenu, maar je kan er bijvoorbeeld niet iemand willekeurig bijschrijven. Als je veldwerk vlot en probleemloos verlopen is, dan laat je dit bolletje aangevinkt. Anders klik je op nee en kan je hier aanduiden waarom dit het geval was. Bijvoorbeeld, als je ter plaatse hebt vastgesteld dat de locatie ontoegankelijk is, doordat het object bijvoorbeeld was afgesloten door een berg zand die ervoor stond, het object stond onder water, was ingestort, dichtgemetst enzovoort, dan moet je hier in het notitievak uitleggen wat er precies aan de hand was. En omdat ik tijdens deze wintertelling wel toegang had tot de ijskelder en de telling wel heb kunnen invoeren, klik ik terug op ja en verwijder ik mijn notitie weer. Hier zie je een vraag over de begeleidende soorten. De doelsoorten in dit project zijn alle overwinterende vleermuissoorten. En begeleidende soorten zijn de soorten die je tijdens de telling ook hebt gezien, zoals roesje, blinde bij, kamsalamander en zo verder. Als je de begeleidende soorten ook hebt genoteerd, vink je dit vakje aan. In het notitievak kan je nog extra info toevoegen dat voor jou relevant lijkt. Dat kan interessant zijn voor de opvolging van de staat van jouw telobjecten, dus als er bijvoorbeeld vandalisme of verstoring is gebeurd of iets dergelijks, dan vul je dat hierin. Nu kan je de waargenomen vleermuissoorten ingeven. Bijvoorbeeld, in deze ijskelder telden we 5 baardbrandsvleermuis en 3 myotis spek. Dit vullen we alvast hierin. Wil je een soort toevoegen die hier niet tussen staat, dan klik je die aan via het keuzemenu. Bijvoorbeeld, we telden ook 1 watervleermuis. Dan klik ik deze aan en noteer ik hier het cijfer 1. Als je alle waargenomen vleermuissoorten hebt ingegeven, kan je vervolgens alle begeleidende soorten ingeven. Bijvoorbeeld, we noteerden 3 hoesjes. Die vul ik alvast in met het aantal 3. We zagen ook 2 kamsalamanders en die noteren we hier. En als je alles hebt ingevuld, is het tijd voor controle. De totaalaantallen per soort op het invoerscherm vergelijk je met jouw papieren telformulier. En als alle gegevens kloppen, klik je op de blauwe knop Telling opslaan. Ziezo, dit is in een notendop hoe je jouw gegevens van de wintertelling van de vleermuizen voor een ijskelder of een eenkamerige bunker kan invoeren op meetnetten.be. Meer info vind je in de handleiding op de wintertellingspagina van meetnetten.be.
Meer instructiefilmpjes over meetnetten vind je op het YouTube-kanaal van Natuur.studie. Wil je dit kanaal niet uit het oog verliezen? Klik dan op de rode knop onderaan dit filmpje. Bedankt voor het kijken!